job's a joke you throw. Your love lives to your way. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month. Ja, zoals je ziet, we gaan vandaag een Keltisch ei maken. Wat hebben we daarvoor nodig? Twee eieren, boter, bratella en Keltisch zout natuurlijk. We zetten ons pand op een licht vuur. Ja, wat we hier doen. Allee. Zo. En we doen natuurlijk wat boter bij. Dat mag zoveel. Mag zoveel ongeveer zijn, ja, we laten dat smelten. Ja. Lint en zo. Maar zo deden de kaarten dat dus, hè? Ja, maar dat is niet zo belangrijk. Ja, dat is echt niet zeker van toepassing. Dus ondertussen dat de boter hier smelt, gaan wij de eieren al opkloppen. Dus we pakken twee eieren. Taka. Nummer 1. Dat loopt het mee. Nee, we doen maar niet meer. Voilà, de boter is zo goed als gesmolten. Ja, dat is goed. Ik heb besloten om er dus een roerei aan te maken. Dat de adende katten per slot van rekening het liefst. We blijven nu dus gewoon weg in roeren. Ja, ik ga mijn handen even wassen, ja, denk ik. We doen er al een beetje Keltische zout bij, zoals je ziet. Ah, maar Keltische zout, dat kan nooit met gaan, hè. Dat is waar, dat heeft heel veel zin. Dat komt met je geschiedenisboek zeker, hè. Ja. Papa, goed maar een goede portie. Voilà. Voilà. En dat gaat lang mee, de Keltische zout. Dat is niet van 1, 2, 3 op, hè. Dat is wel drift, hè. Keltische peper hebben we niet tot mijn beschikking, want dat is veel te duur, dus neem ik gewoon de peper van wal. Voilà. Maar dan heb ik nog een klein beetje Keltische zout, omdat ik zoveel van haal. En we doen verder. En het ei is klaar. Wat is je aan het filmen? Way. Your job's a joke, you broke your love life.